Goedenavond. Na 7 maanden terreurproces wordt de jury naar een geheime locatie gebracht om te beraadslagen over de 10 beschuldigden. Het is een taak waar ze lang over zullen doen. Dit is van een ongeziene omvang. We zitten met 10 beschuldigden, we zitten met zeer complexe feiten, heel veel slachtoffers. En dat maakt natuurlijk dat er heel veel schuldvragen zijn, wat ook een impact zal hebben op de duur van het beraad. Er wordt toch verwacht dat dat enkele weken in beslag zal nemen. Meer dan 100.000 gezinnen wachten nog altijd op hun federale energiepremies. Die werden in volle energiecrisis ingevoerd om de hoge facturen te compenseren. In Lviv vallen verschillende doden bij een zware raketaanval. De stad ligt nogthans ver van het front in het westen van Oekraïne. De gele trui is voor Vingegaard, maar deze man, Tadej Pogacar, met een buiging. Hij pakt de eerste aankomstberg op. En de Sloveen Pogacar dus heeft in de Ronde van Frankrijk de tweede Pyreneeënrit gewonnen. Jonas Vingegaard is de nieuwe man in het geel. Ja, een bus staat al klaar om straks de juryleden naar een geheime locatie te brengen, 7 maanden na de start van het grote Assise-proces rond de aanslagen van maart 2016. Ze zullen moeten beslissen of Salah Abdeslam, Mohamed Tabrini en 8 anderen schuldig zijn. Het beraad zou wel eens lang kunnen duren, weken zelfs, maar het einde van het proces komt zo wel in zicht. Honderden keren klonk deze bel de voorbije maanden in het Justitia-gebouw in Haren. Het waren 7 zware maanden met talloze getuigen, met incidenten over naaktfoeies, discussies over dure glazen boksen en beschuldigden die er vaak geen plaats in wilden nemen. Wat het Assise-proces van de eeuw werd genoemd, kende een bijzonder moeizame start. Door die moeilijke start waren we zeer voorzichtig met de verwachtingen. Maar gaandeweg is dat proces toch op een juist spoor geraakt. Men kan alleen maar ons maar verheugen dat we nu op het einde van de rit zijn gekomen. Deze avond vertrekt het Hof en de juryleden in beraad. En het is toch een fantastische uitdaging geweest. Fantastische uitdaging is misschien nog zacht uitgedrukt wat die jury betreft. Uit 100 kandidaten werden 36 mensen geselecteerd. 12 effectieve juryleden en 24 plaatsvervangers. Vandaag zijn er na 7 maanden maar 9 mensen afgevallen. Straks gaan 5 mannen en 7 vrouwen wellicht wekenlang in beraad. Wat er van hen verwacht wordt, is ongezien. Maar deze jury toonde zich erg gemotiveerd, klinkt het bij iedereen. Men kan alleen maar vaststellen dat die gewone burgers, die rechters zijn geworden, zeer aandachtig zijn geweest van meet af aan. En nog vandaag, we zijn 7 maanden later en de aandacht blijft ongewijzigd. Zij zijn deze ochtend met hun valies hier toegekomen. Ze gaan niet naar huis, maar zij gaan in afzondering moeten zij zich buigen over de iets minder dan 300 schuldvragen. 300 knopen die zij zullen moeten doorhakken, beslissen over de schuld van de beschuldigde en ook die beslissing motiveren. Maar eerst krijgen die beschuldigden hier nog het allerlaatste woord. Onder meer Salah Abdeslam, die hoopt om vrijgesproken te worden als mededader van de aanslagen, omdat hij op 22 maart in de gevangenis zat. Hij heeft participé au procès, il s'est expliqué, il s'est défendu, il s'est battu pour tenter de démontrer son innocence. Et donc on peut dire que c'est quelqu'un qui souhaite être acquitté pour des choses qu'il n'a pas faites. De advocaten van slachtoffers en nabestaanden zien dat anders. Zij hadden de voorbije maanden gehoopt op meer antwoorden en vooral berouw. Er is zeer weinig interactie geweest tussen de beschuldigden en de slachtoffers. Een beetje in tegenstelling tot het proces in Parijs, waar dat meer zou zijn geweest. Hier is dat eigenlijk heel beperkt gebleven. Natuurlijk, het is nooit te laat om oprecht spijt te betuigen. Dus ik hoop dat ze hun kans grijpen, ook straks in hun laatste woord. Ja, dat laatste woord. Caroline van den Bergen, jij volgt het terreurproces. Daar pik ik meteen op in. Hebben de beschuldigden dat laatste woord al gehad ondertussen? Nee, nog niet, Goedele. De advocaten van die beschuldigden zijn sinds vanmorgen hun replieken aan het houden. Replieken die zijn normaal kort, maar we hebben toch gemerkt de voorbije 7 maanden hier op het proces dat de Franstalige pleiters iets breedvoeriger zijn in hun uiteenzetting. Dus die zijn nog altijd aan het woord nu. We verwachten eigenlijk dat het laatste woord aan die beschuldigden zal gegeven worden. Misschien rond 8, waarna dan de jury in beraad kan gaan. Oké, dat houden we dus nog in de gaten. In elk geval, die 12 juryleden en het Hof die gaan nu in beraad over de schuldvraag. Hoe gaat dat in zijn werk gaan?
Wel, zo dadelijk na het laatste woord zullen Hof en jury vertrekken met een bus onder politiebegeleiding naar een geheime locatie, vermoedelijk een hotel. In elk geval een plek waar ze zich voor de duur van het beraad kunnen afzonderen van de buitenwereld en waar ze ook de ganse tijd afgezonderd zullen zitten van de reservejuryleden en reservemagistraten die hier ook het ganse proces hebben gevolgd. Die laatsten nemen niet deel aan het beraad, maar ze moeten wel ten allen tijde beschikbaar zijn om te kunnen invallen wanneer er iemand ernstig ziek zou worden van de effectieven of wanneer er een noodgeval zou zijn in de directe familie. Dat is iets wat wel zou worden gemeld, waarna een jurylid kan worden vervangen. Maar voor het overige is er geen enkel contact met de buitenwereld toegelaten. Ja, geen contact. Het is 2023. Hoe krijgen ze dat gedaan en waarom is het zo belangrijk? Wel, het is enorm belangrijk, want elk contact met de buitenwereld die de juryleden, die op dit moment rechters zijn op dit proces, zouden hebben, kan gezien worden als een beïnvloeding. En dat zou een bom leggen onder deze zaak. Het proces zou van voren af aan moeten beginnen. En dat is een rampscenario natuurlijk, wat men ten alle prijzen wil vermijden. Vandaar die absolute afzondering die er moet zijn, niet alleen voor de effectieven, maar ook voor al die plaatsvervangers. En voor hen zal het waarschijnlijk wel erg lang kunnen duren, zonder gsm's, zonder computers, zonder internet. Hen is de raad gegeven om voldoende boeken mee te nemen, eventueel gezelschapsspelletjes, om daar de tijd te kunnen doden. Want ze zijn natuurlijk niet zeker dat zij ook moeten invallen wanneer er iets zou gebeuren binnen die groep van de effectieve goedelen. Maar het kan dus lang duren, want er moet een antwoord gegeven worden op zowat 300 schuldvragen. Ja, 300, dat is een heel pak, hè. Hoe lang zou dat kunnen duren? Wel, dat valt eigenlijk heel moeilijk in te schatten. Het hangt ook af van of er nog veel zal gediscussieerd worden binnen die groep van de juryleden. Hebben ze nog juridische vragen die ze aan het hof willen stellen? Willen ze eventueel ook nog in het dossier duiken om bepaalde stukken te gaan opzoeken en die te lezen? Dus moeilijk in te schatten hoe lang dat gaat duren. Maar wanneer die antwoorden er dan zijn, dan moeten die ook nog gemotiveerd worden, uitgebreid gemotiveerd worden in een arrest. En dat is ook niet iets wat op een drafje kan gebeuren. Als we het hier vragen aan de advocaten en de persmagistraat van het hof, dan zeggen ze dat het toch wel een week tot twee weken eventueel kan duren. En wanneer het arrest dan klaar is, dan wordt iedereen hier terug verwacht. Dan wordt dat arrest uitgesproken en daarna volgt dan een periode van vakantie, ook voor de juryleden, waarna het proces dan pas in september terug zal hervatten met de pleidooien over de strafgoedelen. Oké, maar eerst is dus uitkijken naar het vertrek van die jury, Carolien. Dat zou vanavond normaal moeten gebeuren, dat zien we dan in ons laatjournaal. Dank je wel voor nu. De winter is allang voorbij. De allerhoogste gas- en elektriciteitsprijzen gelukkig ook. Maar de premies die ons door de energiecrisis moesten helpen, die zijn nog lang niet voor iedereen al uitbetaald. Er waren twee premies. En op de eerste zijn nog minstens 120.000 gezinnen nog altijd aan het wachten. Het gaat om mensen aan wie de premie niet automatisch werd uitgekeerd. Ze moesten hem zelf nog apart aanvragen. En de verwerking, ja, die sleept blijkbaar heel lang aan. Nadine van Hoffelen telt graag alles na. Zeker als de regering iets belooft, maar de uitbetaling op zich laat wachten. Nee, ik laat het niet op mijn beloop. Nee. Al gaat het over 1 euro. Nee, zo ben ik niet. Nee. De korting van het federale basispakket energie verliep bij de meeste mensen automatisch via de energiefactuur. Voor het eerste pakket toch goed voor 135 euro per maand op de gasfactuur en 61 euro per maand voor elektriciteit. Maar in specifieke gevallen, zoals bij mevrouw Van Huffelen, ligt het complexer. Volgens Engie was er een overgang die niet juist was met de vorige leverancier. En dan moest alles opgestart worden. En dan kon je vanaf een bepaalde datum kon je dan de aanvraag indienen. Ik heb dan ook bevestiging gekregen van de FOD-economie dat mijn aanvraag binnen was met een referentienummer op. Dat heb ik allemaal bijgehouden. En dan heb ik gewacht en gewacht en gekeken op het internet. Maar vind daar je eigen dossier maar eens op terug. Nee, ik vind het niet. Ik weet niet meer waar het stond. Zouden die mensen dat zelf eens op hun eigen website al gezocht hebben? Dan heb ik gebeld, ook heel lang gewacht. En dan zei men dat men overstelpt was met de aanvragen, dat men het niet kon volgen.
En dat het eigenlijk ja, afwachten was. Dat gaat inderdaad over de meer complexe dossiers waar er geen automatische link gelegd kon worden tussen de factuur en bijvoorbeeld de gegevens uit het Rijksregister. Dat maakt het inderdaad een beetje moeilijker. Maar eens de aanvraag gedaan is, kan iedereen er zeker van zijn. Elke aanvraag wordt behandeld. Het duurt soms wat langer, maar je gaat een antwoord krijgen eens de analyse gebeurd is. Hoe lang is wat langer? Kan u een datum geven voor de mensen? Het is heel moeilijk om daar een datum op te plakken. Wij blijven ook nog altijd aanvragen binnenkrijgen voor basispakket 2. Dus de mensen zullen geduld moeten hebben. Afwachten. Ja. Geduld is een schone zaak, zeker met de overheid. Hè? De energiegroep Engie is ondertussen kop van jut voor heel wat actievoerders vandaag. Deze morgen doken er een aantal op in Brussel, aan het hoofdkwartier van het bedrijf. Ze protesteren omdat ze vinden dat Engie zich tijdens de energiecrisis te veel verrijkt heeft. We hebben ook nog beelden uit Flimmel bij Luik, waar zo'n 400 actievoerders de werf bezet houden van een gasgestookte elektriciteitscentrale die Engie daar aan het bouwen is. De centrale moet de sluiting helpen opvangen van 5 Belgische kernreactoren. Maar de activisten klagen aan dat gascentrales veel te schadelijk zijn voor het klimaat. En net vandaag heeft de Europese klimaatdienst Copernicus bekendgemaakt dat de afgelopen maand juni in de hele wereld de warmste geweest is ooit gemeten. Het is een zorgwekkend record, want een zoveelste signaal dat het heel hard gaat met de verandering van ons klimaat. Hittegolven, bosbranden, extreme droogtes, we krijgen er meer en meer mee te maken. Juni dit jaar blijkt wereldwijd maar liefst 0,53 graden warmer dan het 30-jarige gemiddelde van 1991 tot 2020. Een halve graad lijkt misschien niet veel, maar elke tiende van een graad telt. Een tiende van een graad mondiale temperatuur, ja, dat heeft een enorm effect. Het gaat over de temperatuur op de hele aarde. En daaraan gekoppeld zijn dan ook toename van extreme fenomenen, zoals bijvoorbeeld extreme hitte, daaraan gekoppeld bosbranden, extreme neerslag enzovoorts. Ook de oceanen warmen al maar verder op. In juni gaat het om een stijging van 0,46 graden. En dat opgewarmde zeewater heeft een rechtstreekse invloed op ons. Als de oceaantemperatuur warmer wordt, dan betekent dat eigenlijk ook dat stormen die over de oceaan trekken, dat die veel meer water in zich krijgen, want zeewater, warm zeewater verdampt en voedt dus die stormen. Maar ook die stormen worden ook heviger, omdat er meer energie in die systemen zit. Dat zagen we gisteren nog in Nederland bij zomerstorm Poli. Dat die records zich blijven opstapelen, komt enerzijds door de uitstoot van broeikasgassen, maar anderzijds ook door natuurlijke fenomenen, zoals El Niño, die daar nog bovenop komen. De situatie wordt prangender en dus moeten we inspanningen doen, klinkt het. Wel, in hoeverre die extreme toenemen hangt af van wat wij doen. Dus als wij de uitstoot van broeikasgassen sterk kunnen terugdringen, dan zal de toename minder erg zijn dan wanneer we dat niet doen. De prijs voor de strijdlust in de Ronde van Frankrijk gaat vandaag naar Wout van Aert. Hoe en waarom? Dat is voor straks bij Eddy. Eerst hebben we iets over de problemen bij Proximus. Heel wat klanten konden deze morgen een tijd niet bellen, sms'en of mobiel surfen. De Brusselse Noordwijk van morgen. Heel wat mensen kunnen bellen, maar bij sommigen lukt het niet. Actuellement, je ben hier rien. Je n'ai toujours rien. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Mais j'ai essayé de passer plusieurs coups de fil importants donc, pour le travail et des coups de fil familiaux. Un voisin, je vais dire passager, que je ne connaissais pas. Et j'ai demandé effectivement s'il y avait possibilité de passer un coup de fil. Et celui-ci a bien voulu. Et ça m'a dépanné. De problemen bij Proximus ontstonden vannacht rond 4 uur en duurden tot in de ochtend. Klanten hadden hinder bij het bellen en sms'en, maar ook bij het gebruiken van mobiele data. Betreft een technische storing met een router in ons netwerk. Er is vooral hinder geweest vanaf 7 uur deze ochtend, als mensen natuurlijk beginnen bellen en sms'en. Bellen, sms'en, maar ook het mobiel netwerk gebruiken was hier en daar moeilijk. Deze ochtend wou ik naar mijn papa bellen en dat ging niet. Dus ook niet via het mobiel netwerk, dus ik kon hem wel 10 minuten niet bereiken. Daarna moest ik een examen afleggen op Celor. En dat gaat niet door, omwille van dat de serverpad ligt door Proximus. Ja, dat is heel vervelend. Ja. Ik kom speciaal naar Brussel voor dat examen, dus dat is wel vervelend. Ja. Ongeveer de helft van de klanten van Proximus werd getroffen. Het heeft zich voorgedaan op verschillende plaatsen in ons land. We zagen vooral in Brussel ernstige hinder, maar ook nog op verschillende andere plaatsen. Het is niet mogelijk om te zeggen dat het overal en voor elke klant het geval was.
Rond 10 uur waren de grootste problemen achter de rug. De provider verontschuldigt zich voor het ongemak. Meer dan 500 kandidaten hebben vandaag het toelatingsexamen afgelegd voor diergeneeskunde. Zo'n proef bestaat al lang voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, maar ze is nieuw voor kandidaat dierenartsen in Vlaanderen. De 240 kandidaten die vandaag het best gescoord hebben, zullen in september mogen starten met de studies. Op de eerste verdieping naar lokaal 23 gaan, dat is vanachter. Jullie moeten wel nog even in de gang wachten tot het begint. Goed, heel veel succes alvast. Studentenstad Leuven is maar een van de locaties waar het toegangsexamen diergeneeskunde voor de allereerste keer wordt gehouden. En dat vinden veel deelnemers, ondanks de zenuwen, een goede zaak. Dan is er minder druk op de universiteiten en dan vallen er in het eerste jaar minder studenten af. Dus op zich vind ik dat wel goed. Maar voor de eerste keer meedoen is wel meer stressgevend. Dus maar ja, we zullen wel zien. Ik ben eigenlijk al van kleins af aan opgegroeid met veel huisdieren thuis en met de natuur. En dat fascineert me eigenlijk. En daarom, dat geeft me wel veel moed om nu toch vandaag een goed resultaat te halen. Er zal onder meer worden gepeild naar hun kennis van wiskunde, fysica en chemie. Na een toelatingsexamen voor arts en tandarts kon dat voor dierenarts niet achterblijven, klinkt het bij de bevoegde minister. We moesten wel ingrijpen, want we waren uiteindelijk nog de quasi enige regio die geen toelatingsexamen had voor deze opleiding. Met alle gevolgen van die, namelijk een sterke toename van het aantal inschrijvingen, meer dan 700. De kwaliteit van de opleiding kwam onder druk te staan, zelfs de veiligheid. En je zag ook een heel grote instroom van buitenlandse kandidaten. Ze zijn toch wel heel zenuwachtig. De plaatjes zijn erg gegeerd. En vaak is het ook zo dat, zelfs al zijn ze geslaagd, dat geen zekerheid is om echt te kunnen van start gaan met de opleiding. Dus dat brengt toch wel heel wat stress teweeg. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen met al wat examenervaring. Hoe zit het met jouw stressniveau op dit moment? Ik heb ook geneeskunde en tandheelkunde meegedaan. Dus voor mij is deze nu al de derde dag op een rij. Dus niet echt eigenlijk. Gewoon niet stressen. Vraag per vraag nadenken, dan lukt het wel, normaal gezien. Oké, het is 10 uur. We gaan van start. Heel veel succes. Over zelfdoding, op zich een triest onderwerp, is er goed nieuws te melden. De cijfers blijven dalen. In 2021 waren er 7% minder zelfdodingen dan het jaar ervoor. En ook op de langere termijn daalt het aantal. Het zijn nog altijd vooral mannen die een einde maken aan hun leven. 641 tegenover 272 vrouwen. Alleen bij jonge vrouwen onder de 30 jaar stijgt het aantal zelfdodingen wel met 22%. Dat komt volgens experts onder andere door sociaal isolement in de coronaperiode. Het ene alternatief was dan sociale media, om in contact te staan met die buitenwereld. Maar sociale media geeft toch een zeer eenzijdig beeld, zeer idealistisch, ook perfecte lichaamsbeelden. En niet toevallig zien we toch ook dat er in die periode een toename van bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen voor eetstoornissen is geweest. Dus als we dat allemaal samenleggen, vermoeden we dat daar toch wel een en ander mee te maken heeft. Belet niet dat op lange termijn er toch een zeer gunstige evolutie is. Absoluut. Het hoopvolle nieuws is dat we zien dat voor Vlaanderen op 21 jaar tijd de suïcidecijfers met 34% zijn gedaald. Dus dat is zeer hoopvol nieuws. En kunnen we zeker toch wel linken aan de vele initiatieven en acties met eigenlijk als belangrijke ondertoon van maak het meer bespreekbaar. Probeer daarover te spreken, over mentale gezondheid, maar ook over die zelfmoordgedachten. Dus onze boodschap blijft, praat erover. Ja, en erover praten, dat kan ook altijd door de telefoon te nemen en te bellen naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813. Contact online kan ook via de website zelfmoord1813.be. Щоб знали, що вони росіяни, расисти, кажуть, що вони тільки бомблять військові об'єкти. А вони попали в мирний будинок. Люди спали. Як так можна? І росіяни зараз радіють. Бачите, що робиться? І світ, світ, рятуйте, допомагайте нам, бо без вас ми не дамо собі ради з ними. Rusland heeft vorige nacht een zware raketaanval uitgevoerd op Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. Ze ligt met andere woorden ver van het front. 5 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn ook heel wat gebouwen vernield. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde meteen dat er vergeldingen zullen komen. Ik weet niet hoe het was. Het was een bom, alles nakrilo.
з'їзди вона упала чи як, ну не знаю. Ну, коротше, на колінах лізли до дверей, всі двері, все. Коротше, квартири нема. Нема квартири, ну там просто дирка. І все. De raketten kwamen terecht op een appartementencomplex vlakbij een school. Er zouden ongeveer 30 gewonden zijn. 4 mensen zijn overleden. Люди пошкодження великі. Великі дахи знищені, вибиті вікна, заблоковані двері, перекриття в 3 будинках знищені. В одному з будинків була пожежа. От є жертва. Volgens de burgemeester van Lviv is dit de zwaarste aanval op burgerdoelwitten in de stad sinds het begin van de oorlog. Ще є люди під завалами, зараз надзвичайники працюють, тому що тіла затиснуті. Дуже складно відбувається ліквідація наслідків, тому що фактично провалилося перекриття. Львів ligt in het westen van Oekraïne, bijna 1000 kilometer van het front vandaan. Het wordt als een relatief veilige plek beschouwd, waar veel Oekraïners naartoe zijn getrokken sinds het begin van de oorlog. Volgens het Oekraïense leger werden de raketten afgevuurd vanaf de Zwarte Zee. 7 van de 10 raketten zouden onderschept geweest zijn, maar 3 raketten hebben toch doel geraakt. Дивіться, мирний об'єкт, будинок. І люди спали, а вони їх вбили. Президент Зеленський zegt op Twitter dat er een stevig antwoord zal volgen. Yevgeny Prigozhin, de baas van het Wagner-huurlingenleger, is in Rusland en niet in Wit-Rusland. Dat heeft de Wit-Russische president Lukashenko laten weten. Eind vorige maand leidde Prigozhin een opstand tegen het Russische leger. Maar net voor zijn troepen Moskou bereikten, sloot hij een deal met het Kremlin. In ruil voor amnestie zou hij met zijn troepen naar Wit-Rusland gaan. Maar dat is dus niet of nog niet gebeurd. Находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет. Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы, очень серьезные бойцы, ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях. De NAVO vergadert volgende week over de beloofde versterking van de oostflank van het bondgenootschap. Van de grens met Rusland, met andere woorden. Letland is betrokken partij. Het aantal NAVO-militairen daar zou van 1000 naar 4000 gaan. En Letland wil dat die belofte nu ook echt concreet wordt gemaakt. Dat heeft premier Kariņš gezegd aan Jan Maljau. De Letse premier Kariņš is al meer dan 4 jaar aan de macht in Letland. De in Amerika geboren Let probeert op een economisch forum in Riga de vele aanwezigen gerust te stellen. Ondanks de Russische dreiging moeten investeerders zich geen zorgen maken. We have probably never been safer in our country than we are today, in spite of the geopolitical turmoil around us. Een invasie zoals Rusland deed in Oekraïne is immers volgens premier Kariņš niet realistisch, omdat zijn land lid is van de NAVO en de EU. Maar hij ziet wel andere dreigingen, zeker na de Wagner-opstand in Rusland. Now imagine a few thousand very well-trained mercenaries in Belarus or could try to enter the European Union, you know, dressed as civilians. So it's something that we simply need to be aware of. In Latvia and Lithuania and Poland, we have all raised our border awareness. Nu al zijn er in Letland zo'n 1000 buitenlandse NAVO-militairen. Vorig jaar besloten de NAVO-landen dat op te trekken naar 4000. En premier Kariņš wil dat daar nu ook concreet werk van wordt gemaakt. Germany has promised a brigade for Lithuania. Do you expect something the same for Latvia? Yeah, it's very important that the brigades that were talked about in Madrid, now that they start to materialize in all of the Baltic countries, that the eastern flank is continued to be strengthened. Letland heeft zich van in het begin van de oorlog pal achter Oekraïne geschaard en is ook een fel pleitbezorger om het land zo snel mogelijk lid te maken van de NAVO eens de oorlog voorbij is. I'm convinced that for long-term security for all of Europe, once the war is over, Ukraine must become part of NATO for the simple reason of taking out any possibility that Russia could restart its war in Ukraine.
In de Israëlische stad Tel Aviv hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen het vertrek van de plaatselijke politiechef. Hij stapte op omdat hij zich naar eigen zeggen niet kon vinden in de druk vanuit de uiterst rechtse regering Netanyahu. Die zou aangedrongen hebben om harder op te treden tegen de anti-regeringsbetogers die ondertussen al maanden geregeld de straat op gaan. Voor hen gaat het duidelijk van kwaad naar erger. I'm here today because I'm an Israeli who cares about democracy. I know that if the government decided to fire the head police officer of Tel Aviv only because he decided that it's legal to protest, I think this is one step further for Israel to be a non-democratic state. This is why I'm here today. This is why I left everything that I have to do tonight. My wife is waiting for me and I just came here. In Pamplona, in het noorden van Spanje, is het startschot gegeven voor de San Fermín-feesten. De traditie wil dat dat gebeurt met een vuurpijl afgeschoten van op het balkon van het stadhuis. 9 dagen duren de feesten. Elk jaar trekken ze 100.000 mensen. En het hoogtepunt, dat zijn de stieren die door de straten van Pamplona gejaagd worden, terwijl mensen voor ze uitrennen. Daar is ook veel kritiek op. In Duitsland zijn 7 mensen opgepakt op verdenking van islamitisch terrorisme. Ook in Nederland is een koppel aangehouden dat tot dezelfde groep zou behoren. De verdachten worden in verband gebracht met terreurgroep IS, maar ze hadden volgens het gerecht nog geen concrete plannen voor een aanslag. En in Kourou, Frans-Guyana, is voor de 117e en allerlaatste keer een Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Na 27 jaar trouwe dienst komt zo een einde aan de 5e generatie draagraketten. Deze laatste Ariane brengt 2 satellieten in een baan om de aarde. In Zeebrugge dan is een campagne gelanceerd waarmee de federale politie mensensmokkelaars aan de kust geen enkele kans meer wil geven. Iedereen krijgt de vraag om alles wat op mensensmokkel zou kunnen wijzen zeker te melden en liefst onmiddellijk. Dat is onze eerste affiche. En we houden nog hangen, zoals ik deze. Minister Verlinden en Van Quickenborne komen in deze zaak voor maritiem materiaal affiches en folders brengen. Om niet alleen de klanten, maar ook de eigenaar van de zaak te waarschuwen. Die mensensmokkelaars die kopen natuurlijk nautisch materiaal. Dus dat wil zeggen zwemvesten. Dat hebben ze dan wel, de boten zelf, buitenboordmotoren. En ze kopen die niet per se in Frankrijk zelf, maar ook in België. In de winkelrekken hier ligt mogelijk interessant materiaal voor mensensmokkelaars. Dat type reddingsvest is opblaasbaar. Gaan ze niet gebruiken omdat het veel te duur is. Dat is ongeveer vanaf 100 euro. Maar eerder zullen ze dergelijk type reddingsvest kopen. Het zijn harde vesten. Die kosten eigenlijk slechts 27 euro. Het is hier opletten voor klanten die zich vreemd gedragen. Die mensen willen bijvoorbeeld cash betalen. Die zeggen niet veel over wie ze zijn. Die willen ook zo snel mogelijk het materiaal meenemen. Het kan een verdachte situatie zijn. Bel als die personen weg zijn. 112, dan kan de politie een onderzoek starten. Ook burgers kunnen helpen. Wie grote groepen op een klein bootje de zee ziet opgaan of verstopte boten in een loods ontdekt, kan dat allemaal melden. En zo zijn er nog zaken. Het kunnen gewone burgers zijn die bijvoorbeeld zien aan een benzinestation. Hier is een wagen volgestouwd met zwemvesten. Wagens met vreemde nummerplaats zijn veelal verdacht. Er zijn al successen geboekt in de strijd tegen de mensensmokkel, dus alle tips helpen. Vorig jaar in Duitsland zijn we erin geslaagd om 18 mensen te arresteren die in bezet waren van 71 boten en 1200 reddingsvesten. Hallucinante cijfers. Wel, die zijn allemaal gearresteerd. Die zitten nu in de gevangenis en riskeren gevangenisstraffen tot 14 jaar. Een heel bijzonder schrijfsel hebben we straks nog. Bijzonder oud dan vooral, het dateert uit de 13e eeuw. En je kan het gaan bewonderen in Leuven als je snel bent toch. Ja, een snelle jongens genoeg in de Tour, denk ik dan. Ja. Eddy Pogacar, die leek gisteren na de eerste bergrit ongeveer uitgeteld. Ja. Vandaag was alles anders. Ja, de enige bergrit is de andere niet, zullen we dat maar zeggen. Goed, wat gisteren her en der en hier en daar al gevreesd werd, is vandaag gelogenstraft. De Tour is nog lang niet gedaan. Tadej Pogacar heeft vandaag de rollen omgedraaid. Hij reed dit keer concurrent Vingegaard uit de wielen op de slotklim. Die laatste kon het straffe beulwerk van ploegmaat Wout van Aert niet afmaken, maar de Deen pakt wel de gele trui. Het
was een loodzwaar parcours. Dat van de zesde etappe na de start in Tarbes was de aanloop nog te doen. Maar daarna werd het afzien zonder einde op de iconische Pyreneeënreuzen, de Col d'Aspin en de Tourmalet. Die laatste is een beklimming buiten categorie. En dan was er nog de slotklim van eerste categorie naar Cauterets-Camp Basque. Daar sloeg Pogacar genadeloos toe. Een bergrit in de Tour begint altijd als hetzelfde sprookje. Er was eens Wout van Aert die meteen in de aanval ging. Maar het vervolg van de etappe is een verhaal met onverwachte plotwendingen. Terwijl Van Aert vooraan de kopgroep van 20 aan Gort rijdt en onder andere Van der Poel en Alaphilippe al vroeg overboord gooit, neemt Van Aerts Jumbo-Visma in het peloton au grand complet het initiatief. Voor Pogacar is het geleden van de keer dat hij mosselen had dat hij zoveel Jumbo's voor zich zag. Vingegaard demareert op de Tourmalet. Maar Pogacar is alert. Hij heeft meteen een antwoord klaar. Voor Jai Hindley zal het bij één dagje in het geel blijven. Voor de ex-Giro-winnaar is de Tour nog een maatje te groot. In de afdaling wacht Van Aert op zijn kopman Vingegaard om het masterplan af te werken. Op de slotklim naar Cauterets-Camp Basque moet hij het laatste zetje geven om de Deen stevig in het geel te zetten. Pas als Van Aerts tank helemaal leeg is, laat hij het aan Vingegaard over. Maar die loopt op een counter. En nu gaat Pogacar. Pogacar, dat was het signaal. En Vingegaard kan niet meteen antwoorden. Vingegaard moet passen. En Pogacar keert de rollen van gisteren om. Hij knabbelt aan zijn achterstand. Ritwinst nummer 10 uit de Tour de France voor Tadej Pogacar met een buiging. En zo voelt de gele trui voor Vingegaard aan als een troostprijs na al het werk van zijn team. Ja, zo is dat ongetwijfeld. 25 seconden bedraagt de voorsprong van de nieuwe gele truidrager Jonas Vingegaard op Tadej Pogacar. Jai Hindley is de leiderstrui na één dag dus alweer kwijt. Maar hij staat wel nog in de top 3. Simon Yates en Carlos Rodriguez komen de top 5 binnen. Stef Kras is de eerste Belg in het klassement op plaats 14. De Amerikaan Paulus heeft vandaag de bollentrui heroverd. In het puntenklassement komen Coccar en Van Aert dichter bij Jasper Philipsen. Ja, de Tour is dus nog lang niet gedaan, Maarten. Dat is duidelijk. Gisteren leek Vingegaard haast gewonnen spel te hebben. Vandaag kreeg hij zelf een tik. Wat moeten we daar nu echt van denken? Dat we een geweldige Tour gaan krijgen. De Pyreneeën, daarin hebben we twee fantastische ritten gezien. En dat is nog maar het eerste bergmassief dat wordt aangesneden. Er volgen er in deze ronde van Frankrijk nog vier. Met het Centraal Massief, met de Jura, met de Alpen en met de Vogezen. En bij Jumbo-Visma hadden ze gisteren natuurlijk bloed geroken. Ai, Pogacar, hij is kwetsbaar. Dan toch de naweeën van die val. En dus begonnen ze aan een masterplan. Ze hebben van beide start Wout van Aert vooruitgestuurd. En Jonas Vingegaard, die moest op zijn terrein op de hele lange, slopende, zware kols toeslaan. Op de Tourmalet, daar had hij Pogacar moeten losrijden. Dan was hij bij Wout van Aert kunnen komen. En zo hadden ze samen die Pogacar helemaal knock-out kunnen slaan. Maar zo'n plan dat kan natuurlijk alleen maar doorgaan als je de benen hebt om zo'n plan uit te voeren. En gelukkig voor alle wielerfans en voor de Ronde van Frankrijk had niet Vingegaard, maar wel Pogacar vandaag die hele goede benen. We gaan eens luisteren naar de nieuwe man in het geel, dat is dus Vingegaard, en naar de man van de dag, Tadej Pogacar. Het is sweet to win today and to take some time back and yeah, I feel a little bit relieved and yeah, I feel much better now. I was thinking when they start pulling on Tourmalet, I was, shit, if it's gonna happen like yesterday, then we can pack our bags and go home. But yeah, luckily I had good legs today and could follow on Tourmalet quite comfortable. And then yeah, when I felt this is the right moment in the end, I attacked and yeah, it was a big relief. Yeah, I'm first of all very happy to have the yellow jersey. It's always nice to be back in yellow. So yeah, of course I hope to take the stage win today, but in the end Tadej was really, really strong and he deserved to win. We wanted to try to test him again today and see how he felt, and I suppose he felt better than yesterday. It's almost perfect, the gap, and yeah, it's gonna be big battle until the last stage, I think. Ja, dat zou dus best wel eens kunnen. Met welk gevoel loopt Wout van Aert daar nu rond, Maarten? Hij heeft zich de ziel uit het lijf gereden toch voor Vingegaard. Maar Vingegaard verloor uiteindelijk wel tijd.
Toch vooral dat hij met dezelfde superbenen rondrijdt als in die Ronde van Frankrijk van vorig seizoen. Al van bij de start, dat hebben we van op de motor kunnen volgen, knalde hij weg en hij brommerde de hele etappe lang tot op een paar kilometer van het einde van de top van die slotklim. Van Aert heeft het al een paar keer al grappend gezegd, maar het is ook gewoon zo. Hij kan in de Ronde van Frankrijk, ook in deze Ronde van Frankrijk, zo goed als elke etappe winnen. Dat zagen we in het Baskeland, daar was hij er ook heel dichtbij. Uiteindelijk werd hij tweede achter Laffey. Dan kwamen er twee sprintersetappes. Wie deed er twee keer mee? Wout van Aert. Nu waren er de Pyreneeën, daar was hij alomtegenwoordig. En morgen dan ligt er een koninklijke sprint in Bordeaux. Die zou ik kunnen overslagen, maar hij zou evengoed wel mee kunnen doen. En oké, het masterplan dat werd vandaag dan niet tot in de puntjes uitgevoerd. Dat lukte niet helemaal. Toch wilde Wout van Aert heel graag vooral het positieve onthouden. Een masterclass was het van Jumbo-Visma, de ploegtactiek in de praktijk gezet, gedomineerd. Maar de kopman heeft het niet afgemaakt. Jullie houden ervan om altijd op de maar te focussen natuurlijk. Dus ik zal eerst antwoorden op positieve, dat we een supersterke dag hebben gehad vandaag als ploeg. En dat iedereen ook kon zien dat we echt een strijdplan hadden om in de aanval te gaan. En we zijn heel blij dat Jonas in de trui staat. Nee, ja, het is geen PlayStation. Hè. Ik denk... Ik had zelf ook niet mijn beste dag. Ik denk dat de ploeg wel gedaan heeft wat er verwacht werd en wat het plan was. En we botsen op een sterke tegenstander, denk ik. Ja. Dat Pogacar zo sterk was, dat verraste ook de Jumbo-ploeg na het resultaat van gisteren. Had ik ook niet verwacht, nee. Maar wat moet ik ervan zeggen? Had ik ook niet verwacht, ja. Van Aert wint twee dagen op rij de strijdlust, maar klinkt ook geprikkeld op wat kritiek aan zijn adres. Ik heb gisteren gehoord dat mensen denken dat ik niet de benen heb van weleer, maar die ken niet veel van koers, denk ik. Wout van Aert, scherp ook nog na de aankomst. De Oost-Vlaamse ondernemer Sam Barrow wordt de nieuwe eigenaar van voetbalclub AA Gent. Dat heeft de club vanavond bekendgemaakt. De 46-jarige ondernemer uit het Meetjesland helpt Gent met een kapitaalinjectie. Sam Barrow zou 30 miljoen investeren. Zo blijft Gent in Belgische handen. De rijke Amerikaanse zakenman Bill Foley vist dus achter het net. Huidig voorzitter Ivan de Witte en huidig manager Michel Louagy blijven nog een jaar bij de club om de continuïteit te verzekeren. Op Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde door de Oekraïense Elina Svitolina. Het was een vreemde partij. Svitolina won de eerste set met 6-1. De tweede was dan weer met dezelfde cijfers voor Mertens. In de derde set werd het nog een keer 6-1, maar dan weer voor Svitolina. Het is nog maar de tweede keer in 5 jaar dat Elise Mertens de tweede ronde op een Grand Slam toernooi niet overleeft. Voor Kimmer Koppejans zit Wimbledon erop. Hij verloor bij zijn debuut in Londen in 4 sets van de Australier De Minaur, het 15e reekshoofd. David Goffin is op dit moment nog aan de slag in zijn partij van de tweede ronde. De matchen moesten gisteren ook een paar keer onderbroken worden omdat klimaatactivisten het veld bestrooiden met puzzelstukjes en confetti. Ze wilden dat er gestopt wordt met olieboringen. Het opruimen nam, dat begrijpt u, wel wat tijd in beslag. En zo zijn we al helemaal klaar met het sportnieuws. Goed, nu weer aan jou. Dankjewel, Rien. Het document dat ze hier gevonden hebben is weer fantastisch voor als ze geld hebben, ik weet het niet. Maar het is echt maar de moeite om hier naartoe te komen als je hier die locatie al ziet. Dat is prachtig. Het is een van de mooiste plaatsen van Leuvenstad. Ja, er is iets bijzonders te zien, want in het archief van de Abdij van Park in Everlee hebben 2 doctoraatsonderzoekers ondanks een heel bijzondere ontdekking gedaan. Ze voert ons helemaal terug naar de middeleeuwen. Het gaat om een perkament met daarop een citaat uit Reinaard de Vos, het dierenepos dat officieel Van den Vos Reinaarde heet. Het schrijfsel wordt nu voor de allereerste keer getoond aan bezoekers. Het is niet groter dan 9 bij 15 centimeter. Kladpapier van een Norbertijn rond 1300. Een kribbel met een grote historische waarde, zo blijkt. In de middeleeuwen schreven kopiisten met ganzenveren. En de punt daarvan die moest geregeld worden bijgeslepen. Hè. En om vervolgens hun pen terug te testen, dan maakten kopiisten eigenlijk een pennenproef. En de pennenproef die we hier dus hebben teruggevonden, is een citaat uit het middeleeuwse dierenepos Van den Vos Reinaarde. Het meesterwerk werd rond 1260 al geschreven. De pennenproef hier in Abdij van Park zegt veel over de denkwereld van toen.
Het zegt iets over de dingen waarmee dat de paters op dat moment die hier in de abdij functioneerden mee bezig waren. Welke lectuur ze lazen. Het bewijst ook dat ze goed wisten wat er in de samenleving omging. Dat ze zich daarvan bewust waren, dat ze die teksten ook gebruikten, dat ze daar waarschijnlijk over praten. 4 dagen lang wordt het perkament uitzonderlijk getoond aan het publiek. De belangstelling is groot. Het is een mooi fragment. Het is wel heel klein. Het is bijna niet te zien. Maar het is toch fascinerend. En sommigen hebben een heel speciale reden om naar hier te komen. We hebben nogal een geschiedenis met de Reinaard. Zo heet bijvoorbeeld mijn zoon, die hier ook staat, heet Vos. En dat mocht eigenlijk niet van de burgerlijke stand toen. Dus hij heette in het officieel Rijn. Maar hij heeft altijd zijn naam en zijn handtekening aangehouden met Vos. Maar voor wie zich afvraagt hoe die verzen op dat perkament nu klinken... Wel, er staat, wie zo willen, wachtte hem dies. Die schade heeft het in de verlies, in de groet ongeval, over hem zo wil het al. Vrij vertaald, een ongeluk komt nooit alleen. Ja, wijze woorden uit de middeleeuwen. Nog tot zondagavond te zien in Leuven dus. Tijd om helemaal af te ronden hier. Ik wens u nog een mooie avond toe. Bedankt voor het kijken. Graag tot ziens. Zij zijn deze ochtend met hun valies hier toegekomen. Ze gaan niet naar huis, maar zij gaan in afzondering moeten zij zich buigen over de iets minder dan 300 schuldvragen. 300 knopen die zij zullen moeten doorhakken, beslissen over de schuld van de beschuldigde en ook die beslissing motiveren. En wanneer het arrest dan klaar is, dan wordt iedereen hier terug verwacht. Dan wordt dat arrest uitgesproken en daarna volgt dan een periode van vakantie ook voor de juryleden, waarna het proces dan pas in september terug zal hervatten met de pleidooien over de straf.